De zorgsector wil een kwaliteitsverbetering en efficiëntieslag maken in het toedienen van medicatie. Dus Heren Loos Zorggroep heeft daarom ProMedico benaderd om een app te ontwikkelen die het proces van medicatietoediening ondersteunt. Pieter, jij kan mij hier alles over vertellen. Hoe is deze app tot stand gekomen? Ja, daar kan ik inderdaad veel over vertellen. Anderhalf jaar geleden zijn we benaderd door de zorggroep om deze app te ontwikkelen. En de app heeft als belangrijke doel om het medicatieproces rondom het toedienen aan de cliënten hier in deze zorggroep naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Samen met Esther als verantwoordelijke zorgmanager van de zorggroep hebben we de eerste stappen gezet. Misschien is het een goed idee om haar even aan jou voor te stellen. Esther, jij kan mij ook veel meer vertellen over deze app. Hoe profiteren cliënten bijvoorbeeld hiervan? De app helpt de medewerkers vooral om op de juiste manier de juiste medicatie aan de juiste cliënt te geven. Gegevens die in die app staan, die komen direct digitaal binnen. De arts schrijft een recept voor, dat gaat naar de apotheek. De apotheek verwerkt die gegevens en ja, dat schiet aan de achterkant digitaal in de app. Het voordeel daarvan is dat je dus altijd gegevens direct up-to-date hebt. Ja, het is een heel mooi systeem en duidelijk. En ja, de werking zelf, dat doet de begeleiding. Dus daar weet ik dan weer niet zoveel van, maar daar kan Wendy alles over vertellen. Wendy, ik hoorde dat er nog meer voordelen zijn voor begeleiders die met zo'n systeem werken. Ik ben benieuwd. Voordelen voor ons als zorgmedewerkers zijn dat je bezig bent met de alledaagse dingen in de praktijk en tegelijkertijd toch wordt herinnerd aan het tijdig geven van de medicatie. Dat komt doordat op je telefoon krijg je een signaal op het moment dat je iets moet doen. Je loopt dan naar de medicatiekast en kijkt op de tablet wat er op dat moment van jou wordt verwacht als begeleider. Daarnaast is het een groot voordeel dat we geen vele papierwerk meer hebben, veel informatie, maar alles in één tablet terug te vinden is. Bijvoorbeeld de bijsluiter. Tegenwoordig krijgen we alles in Baxterzakjes geleverd zonder bijsluiter. Wij moeten dan het op internet terugvinden. Op de tablet kun je het direct terugvinden. Maar de cliënt, kan die zelf ook nog medicatie nemen? Ja, het is vooral fijn voor de cliënten, omdat het veel duidelijker is dan het papier wat we eerst gebruikten. Er wordt gewerkt met kleur en met picto's. Het bevordert ook het gesprek over de medicatie die je met de cliënten hebt. Je kan met elkaar in gesprek gaan waarom die hem wel of niet heeft ingenomen en of die hem op tijd heeft ingenomen. Dit rapporteer je dan samen met de cliënt in de tablet. Super duidelijk. Dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Het gehele medicatietoedienproces wordt nu ondersteund door de app. Er wordt hierdoor efficiëntere werk en de kwaliteit van de zorg gaat omhoog. Dus geen ouderwetse lijsten meer, maar met één druk op de knop een duidelijk en eenvoudig overzicht.